Op 8 januari 2024 opent een tijdelijke crisisnoodopvang aan de rand van de kern Ubarsberg in Voerendaal. Het terrein aan de Bergseweg wordt voor de duur van maximaal 1,5 jaar ingericht voor 250 asielzoekers. Dit gebeurt op verzoek van het Rijk en onder regie van de veiligheidsregio Zuid-Limburg. Een crisisnoodopvang, of CNO, is een soort wachtkamer van een asielzoekerscentrum. In een CNO worden mensen voor korte tijd opgevangen. Het gaat om asielzoekers die wachten op de asielprocedure en statushouders die nog wachten op een woning in de aan hen gekoppelde gemeente in Nederland. De CNO is niet bedoeld voor ontheemden uit Oekraïne of mensen uit veilige landen. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, of COA, heeft niet genoeg opvangplekken voor alle asielzoekers die naar Nederland komen. Het ministerie van Justitie en Veiligheid vraagt daarom aan alle veiligheidsregio's om crisisnoodopvang mogelijk te maken. Studio Simpelveld ging een kijkje nemen bij de crisisnoodopvang in Ubarsberg. Thank you.